kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Paris en vandaag ga ik jullie leren roggen. Jullie krijgen nog meer video's van roggen zien, maar ik ga wat extremere dingen doen op YouTube en op YouTube plaatsen. Want sommige mensen vinden het eigenlijk niet meer leuk. Dus ik doe het door te druk. Ik ga jullie een paar trucjes leggen. Dit is de eerste. Schaar. Zij ligt. Oei. Zo. Wat je doet, je maakt niet binnen van buiten, want dan sta je zo. Dan raak je de bal. Dus niet van binnen naar buiten. Dan kan je niet, want dan sta je zo en dan kan je niet zo. Ik kan wel van binnen naar buiten omdraaien en dat je die voet klaar is. Ik kan ook. Als je doet van buiten naar binnen. Dus eigenlijk van buiten. Ga je hier staan, je buik, je voet. En je duwt ook naar de andere. Dus je doet eigenlijk dit er. En dan denk eens dat je door die beweging. Denk eens dat je de bal die kant heen plaatst, maar je plaatst hem juist die kant heen. Dus dan krijg jij hier. En als je dan iemand aankomt, krijg je dit. Oh ja, en ik ben met een intro bezig. Het kan zijn dat hij er niet op komt, maar ik doe mijn best. Nu het trucje. Het leukste wat je doet, hoog. Denk ik dat je. Roggen is echt super leuk. Dat is eigenlijk gewoon een spittetje. Tik, de bal. Dat is ook wel leuk. Dat is ook wel leuk. Dat is de droog. Oké. Stap 1. Ik ken het nu sinds. Ja, het is niet nu. Nu sinds gisteren ken ik hoog. Hoogste record is 110 of 111 was het. Of 109, ja, ik weet het niet meer, iets in de 100. Stap 1. Je legt je voet, je rolt hem. Dus als eerste stond hij naar voren. Wat je dan doet, stap 2. Stap 2 is. Je rolt hem naar voren en je rolt hem naar achter. Soms nog wel een beetje moeilijk. Dus. En als je dan doet met stap 3, dat is. Je vindt één keer de bal en je vangt hem dan weer. Dus. Wat je dan doet, als je gaat met pijn, je kan ook zo rollen. Dat is niet zo heel goed. Maar wat je ook kan doen is met één been hoog houden, maar kan ook met twee. En zorg, dat is op vier. Zorg dat de bal in het midden blijft. Dat is op vijf. Dat is de stap 6. Stap 5 is je houdt de bal laag. En stap 6. Stap 6. Krijg je dit. Geluid en het is laat. Dus één ding kan ik eens zeggen. Ik zet hem even uit. Tot de volgende keer maar weer.